zet het apparaat maar eens even neer. Kijk. Welkom, jongen. Hoi. Leuk dat je er bent. Dit is een stukje speelgoed. Nou, een stukje speelgoed. Niet? Volwassen speelgoed, hè? Dit is volwassen. Kijk, dit is nou volwassen speelgoed. Nou, mijn zoontjes die zitten nu voor de televisie. En die denken, pap, ruk dat ding uit zijn handen. En ga even zo over het publiek heen met het apparaat. Maar dat gaan we niet doen, hè? Nee? Nee. Dit is een helikopter, dat kunnen we zien. En dat heeft alles te maken met jouw weddenschap. Ja. Wedden dat ik 25 tulpen kan maaien in 2 minuten. 25 tulpen? En we hebben tulpen in huis! Kijk, we hebben allemaal... Ja! Het heeft niks te maken met mijn collega natuurlijk even stopleggen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om de tulpen. En die tulpen gaan we dus onthoofden, koppen, zo heet het eigenlijk. Ja. Met dit apparaat. Nou kan ik me voorstellen alleen. Zet je hem er dan naast en laat je dat ding dan draaien? Nee, we gaan het op zijn kop doen. Ja, en iedereen die thuis ooit wel eens zo'n dingetje heeft geprobeerd. Zo'n klein helikoptertje. Die weet dat je binnen 5 minuten in een boom zit. Of binnen 5 minuten gewoon dat. Als je ondersteboven gaat... Is alle besturing omgekeerd. Dus links wordt rechts en rechts wordt links. Wacht even, dus dan is... Dan ga je rechts en dan gaat hij links. Ja, en dan doe ik rechts en dan gaat hij links. Nou durf ik het bijna niet te vragen. Maar mag ik heel even? Doe maar niet. Nee. Kan je hem misschien even omhoog zetten? Ja, tuurlijk. Omhoog. Dat kan, dat klinkt kan heel raar, maar ik zou je misschien even dat... Allebei de eerste rijen die gaan nu helemaal zenuwachtig worden. De helikopter, dames en heren, die draait warm. Anko gaat straks spectaculair zijn met dit apparaat. Wilt u dat zien, hoe dat allemaal gaat werken? Dan kunt u straks gewoon weer kijken. U mag gewoon weer kijken. Nee, u moet kijken, want straks gaan we met dit apparaat een weddenschap verbreken. Tot zo, naar de commercials. Deel 2 van Wedden dat ik het kan. En Anko, die staat nog steeds naast mij met zijn radiografisch bestuurbare helikopter. En het is er niet zomaar een, het is een officieel professioneel apparaat. Het is eigenlijk geen speelgoed. Het is geen speelgoed meer, nee. Wat kost zo'n dingetje? Nou, tussen de 1000 en 1500 euro. Oh, zo. Dat is een stevige... Is er nog eens, wat anders dan een Sinterklaas cadeautje onder de kerstboom. Ja. Hey, en heb je er al een paar om zeep geholpen? Genoeg. Ja? Ja. Gaat het wel eens fout? Ja, het gaat vaak genoeg fout. 1 keer per maand, 2 keer per maand. Het gaat vaak genoeg fout. Dus het is een dure hobby. We gaan naar de tulpjes toe en ik zou zeggen, pak je apparaat. Dan ga ik nog even voor de mensen uitleggen wat je nou precies gaat doen. Terwijl Anko even zijn helikopter neerzet, wil ik u thuis even vertellen. Anko gaat 25 bloemen ommaaien met zijn radiografisch bestuurbare helikopter. En dat doet hij ondersteboven. Dat is gigantisch knap, want dan moet hij dus allemaal die sturen dingetjes. Nou, iedereen weet wel hoe zo'n apparaat heeft het ooit wel eens geprobeerd. Het is een drama. Hij krijgt 2 minuten de tijd om al die 25 tulpjes te koppen. De kopjes eraf. Anko, ben je er klaar voor? Ik wel. Je weddenschap start als je helikopter los is van de grond. Als jij er klaar voor bent en het publiek hier, en moedig hem aan, dan gaat je weddenschap nu in. Succes! Kom maar. Ja, daar is hij. Hij is los, mensen. Daar gaan we. Wow, ondersteboven. Ja, kom maar terug. Oh, maar. Hij moet dan wel beginnen met maaien, want anders dan 1,48. Dan zijn er... even kijken. Er zijn er 4 om, kom op. En dat gaat lekker. Er zijn er 7, 8. Hoppakee, 9. Precisie is echt het belangrijkste. En laat horen dat we er zijn voor hem, hè. Kom op nou! Hij danst en hij springt. 25 moeten we er hebben. Nog ruim een minuut te gaan. Het wordt natuurlijk steeds moeilijker omdat er steeds minder tulpen zijn. Hoppakee, hoppakee, kijk eens eventjes. Richting de camera. Spannend gezicht. Wordt steeds lastiger. Oeh, net boven de grond. Wordt heel lastig dit. En dan stap je naar achter. Als hij de grond raakt, dan hebben we een klein puntje met z'n allen. Oh ja, perfect. Oh.
zijn er veel meer om als dat. Zijn er veel meer om. Hup, even, en maait alle kopjes weer even af. Nog 5 seconden. 3, 2, 1, go! Ja! Geweldig, hier staat hij. Jawel, oh, daar gaan mensen staan voor je. Altijd leuk. De weddenschap was 25 stuks. Hij heeft maar liefst 27 tulpen omgehakt. Hartstikke goed. De wedder dat hij het kan trofee is voor jou. Alsjeblieft, haal hem omhoog, laat hem zien. En natuurlijk, 1000 euro. Je was een droomkandidaat, dankjewel. En graag de volgende keer. Bye bye. Doei. Applaus.